Hallo allemaal, ik ben Lianne de Vries. Dit is de eerste keer dat ik een vlog opneem en in deze vlog vertel ik jullie wie ik ben, wanneer ik de diagnose MS heb gekregen, de invloed hiervan op mijn dagelijks leven, mijn persoonlijke oproep en wat mijn dromen zijn. Nou, ik ben dus Lianne, ik ben 27 jaar en ik woon samen met mijn vriend in het prachtige Voorhout. In oktober 2017 kwam ik met vage nekklachten bij de neuroloog terecht. In eerste instantie dachten we aan een nekhernia, omdat ik die zomer ook een rughernia had gehad. Maar na diverse MRI-scans en een ruggenpunctie kwam de diagnose CIS naar voren. Clinically Isolated Syndrome, jullie misschien wel bekend. Na jaren stabiele scans te hebben gehad, liet de scan van vorig jaar februari toch nieuwe plekjes in de hersenen zien. En vanaf toen heb ik de diagnose MS gekregen. In eerste instantie dacht ik dat de MS niet zoveel invloed zou hebben op mijn leven. Ik had toen nog maar weinig klachten, behalve dat ik periodes had van extreme vermoeidheid, hoofdpijn, zenuwpijn en krachtverlies in de benen. Sinds augustus 2020 heb ik een nieuwe baan als wijkverpleegkundige. En dit ging een aantal maanden heel erg goed, maar helaas kreeg ik in november, december een sjoep. Ik heb zo lang mogelijk proberen vol te houden om te blijven werken. Als ik maar kon werken, dacht ik bij mezelf. Maar begin dit jaar werd ik toch wel met mijn neus op de feiten gedrukt en kwam ik thuis te zitten. Ik moest mij toch gaan realiseren dat ik MS heb en dat ik iets liever moet zijn voor mijn lichaam en iets beter ernaar moest gaan luisteren. Ik ben inmiddels wel op een punt gekomen waarin ik de MS steeds beter begrijp. Alleen heb ik me wel afgevraagd of ik de MS kan accepteren, of ik dat wil accepteren. En ook of het nodig is om mijn leven te leven. Want ik probeer wel de MS toch een positief invloed te laten hebben op mijn leven. Ik denk namelijk dat ik nu gelukkiger ben als voor de diagnose, omdat ik veel meer geniet van de kleine dingen in het leven en niet meer alles zo voor lief neem. Daarom is mijn persoonlijke oproep ook om te blijven genieten van de kleine dingen in het leven. Een tijdje kon ik niet langer dan 500 meter zonder stok lopen. Maar die 500 meter naar een weiland hier om de hoek waar de lammetjes stonden te springen, dat deed mij al zoveel goeds. En daarnaast, geef nooit op. Laat MS of een andere chronische ziekte niet jouw dromen in de weg staan. En misschien moet je die dromen iets aanpassen. En misschien zijn sommige dromen niet meer zo realistisch. Maar je bent nog altijd de persoon als voor de diagnose. Dus blijf vooral dromen. En over dromen gesproken, mijn persoonlijke droom zou zijn dat ik nog heel lang als verpleegkundige mag blijven werken, omdat dit toch wel mijn grootste passie is. En ook dat ik beter mag worden en meer mag en kan gaan schrijven. Dit is een passie die ik de laatste tijd een beetje heb ontdekt, doordat ik eigenlijk over MS en alles wat ermee te maken heeft ben gaan schrijven. En daarnaast hoop ik dat ik samen met mijn vriend een mooi gezinnetje mag gaan stichten. En of dit mij allemaal lukt en welke rol de MS hierin gaat spelen, dat weet ik niet. Dat weet niemand. Niemand kan in de toekomst kijken. Maar ik wil nooit de gedachte hebben, had ik dit maar gedaan of had ik dat maar gedaan. Ik wil nooit ergens spijt van hebben. Nou, dit was mijn eerste vlog. En ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. En wie weet tot de volgende vlog.